Hoezo niet? Ze zei, ik krijg ze gewoon niet allemaal bij elkaar. Het is een derde weekse dag. Nou, alles wat Scherven de Koor gedaan heeft. Ja, dat zei God, ik ook. Dat zei zij ook trouwens. Ja, dat... Peter vond het verschrikkelijk. Ze zei, ik vind het verschrikkelijk. Ja. Vond het verschrikkelijk. Maar ik krijg ze gewoon niet bij elkaar. Ze zei, de enige die ik bij elkaar kan krijgen is Riet Reeshoff, Toos en Loes. Nou, die drie wilden niet hebben zingen op een begrafenis. Maar jij bent nou dan? Ja, dus alles moet van de compact disc. Ach, nee, dat vind ik niks. Ja, het is niet anders. Moeten wij er even overheen zetten? Dat is onpersoonlijk allemaal, denk ik. Ja. Maar ik heb mijn cd's meegebracht. Even naar luisteren. Oh, maar ik heb hier ook nog wel cd's. Dat is niet nodig, ik heb er hier. Bijvoorbeeld. Ja, het moet wel muziek zijn waar Scherven hield, hè? Waarom? Die is toch niet bij? Ja, Jean. Het is de heure begrafenis. Waar is deze? Deze is Frits Wunderlich. Ken je hem? Nee, dat ken ik niet. Frits. Ken je Scherven? Ja, dat vond Scherven schitterend. Allemaal amateur dan. Ja, Frits Wunderlich. Ja, ja. Dat nummer kende wel, Ave Maria. Oh ja, dat is, mooi. Wel, dat is altijd mooi. Weet je wat dat betekent eigenlijk, Ave Maria? Ja, dat zou iets van de Heilige Maria zijn of nee. Zo. Nee. Dan. Hallo Maria. Ja. 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 Hallo Maria. Ave Rietje. Nou, zet maar op. Hij is in de nek gebroken. Even stil, Sjaan. Wel even luisteren. Hij was op tournee. Tournee in Zwitserland. En hij belt zijn vrouw nog, s'avonds laat. En hij wil nog even naar de keuken om wat te drinken, weet ik eigenlijk niet. En hij glijdt uit over de drie lessen treden. Nek gebroken. Dat wist hij toen ook niet, hoor. Het is mooi, hè? Nou goed, het is meer van hetzelfde. Dus, ben er weer? Geef mij, dan leggen we die op de kanshebbersplek, zeg maar. Een lijstje mee... Bij kanshebbers. Ja, stapeltje leg hier neer. Nou goed, ik weet niet vanuit wie wij de nummers moeten zoeken, zeg maar, textueel gezien. Wat denk jij? Of dat vanuit ons Ger is. Ja, natuurlijk. Van, ach, dan ga ik ga jullie missen daar. Of dat er vanuit ons is. Van, och Ger de Garde, daar. Champ is altijd vanuit ons Ger. Altijd vanuit ons Ger. Of als het religieuze, dan maakt het niet uit. Maar anders altijd vanuit ons Ger, denk ik. Tuurlijk, logisch. Oké. Hier, nou zet maar hier deze. Oh, dit is wel mooi hier. Deze, Astrid Nijen, hier doe wat ik doe. Zij was ook zo'n vrouw als Ger. Die hield ook echt van te doen wat ze wilde doen, toch? Ik doe van Astrid Nijen? Ja. Dat vond zij mooi, dat weet ik zeker. Pitte jij, Rietje? Wat, hè? Over God? Over... Ja. Dat zien ze toch? Ik doe wat ik doe. Ze is gewoon een vrouw die nee, doet wat ze doet. Nee, dat gaat over een prostituee. Dat ga ik echt niet draaien. Wat, over een prostituee? Ja. Want er is al praat genoeg, dus dan gaan we het niet draaien. Nou, dan zet maar... Dat is niet. Dan hier, iets... Oh, Paul de Leeuw. Dat is mooi. Paul de Leeuw. Dat is een heel mooi nummer. Paul de Leeuw. Ja, de steen. Die hoor ik zo nooit. Nou, daar hield de Scher van. Oh, als hij op tv zit, ik kan niet snel genoeg van afstaan bij die fan. Om... Nou, dat doet er niet toe. Scher vond dat mooi en deze is een heel toepasselijk nummer. De steen. Heet je, een steen in de rivier gelegd. Ja, dat is heel mooi. Een steen in de rivier gelegd? Ja, zet het nou maar op, het is heel symbolisch. Dat is nummer 16. Ja. Dat is ver weg. 1, 2, 3. Paul de Leeuw heeft zo'n warme stem. Scher was er ook dol op. 16. Geen steen gelegd in de rivier. Ja, oh, dat is mooi. Ik heb een steen verlegd. Verlegd? Ja, dan mag je een steen verlegd, geen steen verlegd. Ja, nou, dat is nogal een verschil. Alsof je van huis een steen meebrengt die ergens neerlegt. Les het nou gewoon. Dat mag toch niet uit. Les het nou gewoon naar die tekst. Dat is zo'n mooie tekst. Hij maakt alles kapot, kijk. Het is gewoon een verlegd. Een steen in een rivier. Wij zijn allemaal stenen. Wij zijn allemaal stenen. Er gaat wel water langs en dan verlegt die stenen. En dan
Deze uw leven, je hebt iets betekend, zoiets. Eens gevuld door sneeuw en regen. Neemt de rivier mijn kiezen. Nou ja, ik vind het eigenlijk prima, dan kunnen we deur. Helemaal goed. Kom maar dan. Leg die ook maar bij de kanshebbers. Kanshebbers. Nou, en dan heb ik nog... Wat is dat? Ja, dit is de Matthäus Passion. O ja. Dat is als afsluiter. Kent ons Gerda ook wel? Ja, maar... ja, ik denk... Dat... Nee, doe maar deze. Doe eerst deze maar even. Nee, ik weet zeker dat je dat ook mooi vindt. Hij is de hele chef gekocht voor mijn vermoederdag. En dat is zo aandoenlijk. En hoe was je hem? Rockman. Deze nummer even kijken. Nummer 9. Nummer 9. En dan moet je gewoon even luisteren. Hè? Je moet zeker? Je kaas geven. Gewoon luisteren en... Zeker. Nummer 9. 3, 2, 1, 1, 1. 9. Ja. Ja, ja. Eerst. Gooi hij nog zingen of? Dat is het voorspel, Jean, dat is het voorspel. Of het al, waar zingt hij? Riet. Luister nou gewoon. Dat maakt er niet uit. Je kunt toch naar het tenor van zijn stem luisteren? Het is Russisch. Russisch? Ja. Bij ons scherm op de begrafenis is Russisch? Dat verstaat toch niemand? En waar gaat het over? Dat maakt niet uit. Waar gaat het over? Ver. Waar gaat het over? In het Engels ziet het You Are My Melody. Dus dat is wat over gehoord. You are my melody? Sam. Dat is de laatste boodschap van ons kerk. Jij bent mijn liedje. Nee, daar komen we niet nog ook voor liggen. Nee, deze is heel paas. Ja. Die doen we wel. Nee, Sam, die doen we wel. Riet, ach, we doen het niet. Nee. We hebben het goed gemaakt, als jij het zo mooi vindt. We draaien het als we jou cremeren. En deze was dus, is dus als leste, als uitloop, dan moeten we langs kiezen, dacht ik, de Matthäus Passion. Ja, dat is altijd mooi. Ja, dat is toch mooi? Ja, zeker. En hij heeft ons Ger zelf ook nog gezongen. Dat is, heeft Ger dat gezongen? Ja, hij is dat gezongen. Dat is niet waar. Dat weet ik zeker. Jawel, bij de koor was ze uiteindelijk weggegeven moeten. Ja, ja, de zong zei hij. Dus de nummer heet, Zo is mijn Jezus noem gevangen. Nou, zet maar even op dan. Ja. Luister wel even. Over de kruis ging, hè, van zet maar even op, dan luister gewoon niks. Ik weet niet waar in het verhaal dat nummer komt. Hè. Zit ze al een tijdje achter Jezus aan, dan hebben ze hem. Dan zingen ze zo, is mijn Jezus noem gevangen. Is mooi. Met een groot orkest, hoor, hè? Mooi, hè? Daar komt het. Ja, het is heel mooi. Doe het er maar bij. Dat nou, moet ik verder niet horen. Dat is klaar goed. Is Kees. Goed zo. Dan hebben ze. Ja. Nou, dat is de muziek. Dat scheelt ook alweer. Dan hebben we die muziek. Ook.